Tot straks, Bizou. Veel plezier. Dag, mam. Dag, pap. Dag. Oh, je bent al lekker opgeschoten, Zoe. We kunnen de bloemperken al bijna beplanten. Tuinieren is leuk. Als ik groot ben, wil ik ook een moestuin. Net als jij, opa. Maar mijn groenten doen het op het moment niet zo heel erg goed. De bodem is niet rijk genoeg. Oeh. En die slakken helpen ook niet erg. Die eten alleen maar mijn sla op. Hé, slakken? Blijf van opa zijn sla af. Ik denk niet dat die slakken willen luisteren. Zoe, opa, etenstijd. Niet alleen de slakken krijgen te eten. Hé, slakken, blijf van opa zijn sla af. Zo, en dan gaan we na het eten de grond bemesten en het een en ander verpotten. Ben je nu alweer klaar, Zoe? Dan had je vast veel trek. Nou en of, maar ik moet ook weer op de slakken letten. Opa boft toch maar dat hij zo'n goede hulp heeft in de tuin. Dat doe ik zeker. Mag ik van tafel, oma? Ja, hoor. Kom je ook, opa? Ik heb mijn fruitsalade nog niet op. En mijn koffie. Ik snap niet dat jij en oma dat kunnen drinken. Het ruikt zo sterk. Oh. Hey, ga jij die slakken maar vast in de gaten houden. Huh? Oh nee, hoe kan dat? Dat kunnen de slakken niet hebben gedaan. Iemand heeft hier gegraven. Opa, snel! Wat is er? Kijk! Aha, ik ben bang dat we visite hebben gehad. Van wie? Een mol. Een mol? Ja, dat is een klein beestje dat af en toe op bezoek komt in onze tuin. Maar waarom gooit hij dan de hele boel overhoop? Dat is toch niet echt aardig? Dat is wat mollen doen. Ze leven onder de grond en als ze boven komen krijg je van die bergjes die we molshopen noemen. Molshopen? En wij tuiniers moeten daar maar mee leven. Oké, we gaan aan de slag en halen die molshopen weg. Maar wat gaan we doen met al die extra aarde? Oh, die komt in de moestuin. Dat is mooie, rijke aarde. Dus eigenlijk heeft de mol ons geholpen. Ja, dat kun je wel zeggen. Wat zijn wij een goed team, hè, opa? Jazeker. Oh, wacht. Ik help je wel even. Sorry, opa. Geef niks, Zoe. Maar onthoud, een goed team werkt altijd samen. Hallo. Ik zet jullie eventjes ergens anders neer. En nu goed nat houden. Toch, opa? Dat heb je heel goed gedaan. Maar wat als de mol weer terugkomt en weer nieuwe mols openmaakt? We gaan ervoor zorgen dat hij dat niet doet. Oh, ja. Hoe dan? Dat gaan we opzoeken in mijn tuinboek. Hier staat het. Mollen. Dit kleine diertje met zijn lange neus is bang voor vogels. Hoor je dat, Pok? Mollen zijn bang voor je. Mollen houden niet van sterke luchtjes. Die vermijden ze. Hé, maar dat is interessant. Als we iets hebben dat sterk ruikt, dan blijven ze weg. Iets sterks. Misschien koffie. Dat zouden we kunnen proberen. Oma, heeft opa alle koffie opgedronken? Er zit nog wat in de pot.
Ik wilde het net weggooien. Hoezo? Wil je het proeven? Eww, nee, bedankt. Maar opa en ik hebben het nodig voor de mol. Oké, alsjeblieft. Maar... Bedankt, lieverd. Ziezo, ik denk niet dat de mol hier nog wil komen graven. Dat mogen we hopen. Maar wat doen we met de rest van de tuin? Die moeten we ook beschermen. Misschien kunnen we hem vangen en hem daar naar het hek brengen. Daar mag hij wel graven. Goed idee, Zoe. Volgens mij heb ik wel iets waarmee we hem kunnen vangen. Nee, dat is om mee te vissen. Maar een visnet kan wel. Weet je het zeker? Ja, ik heb er ook vlinders mee gevangen. Nou, in dat geval. Je moet wel geduld hebben als je een mol wilt vangen. Oeh, daar is hij. Huh? Zoe, je net. Oh nee. Kijk, daar is hij weer. Oh, weer mis. Ha, Zoe. Snel, Zoe. Volgens mij is hij bang voor het net. Misschien blijft hij nu wel weg. Oh, dat geloof ik niet. Het zijn stugge volhouders, die mollen. Hij komt wel weer terug. Ja, daar is hij weer. Hij kietelt. Dat zijn zijn handjes. Die gebruikt hij om onder de grond tunnels te kunnen graven. Kom maar niet te dichtbij, Pok. Straks wordt hij bang. Rustig maar. Ik ga je heus niks doen. We willen alleen maar een mooie tuin. Dus ik breng je naar de andere kant van het pad. Waar je net zoveel molshoppen kunt maken als je wilt. Vind je dat goed? Volgens mij vindt hij het niet erg. Goed gedaan, Zoe. Geen molshopen meer. En dankzij alle mooie aarde die meneer Mol voor ons heeft opgegraven, groeit alles straks weer stukken beter in onze moestuin. Hoera voor meneer Mol! Ja. Luister eens, Zoe. Omdat jij mij altijd zo goed helpt. Vertel eens, wat vind jij ervan als je ook een stukje van de moestuin krijgt? Helemaal voor jou alleen. Mijn eigen moestuintje? Wow, bedankt opa. Ho, ho. Hey. Oh, wauw. Hallo, we zijn weer thuis. Mam, pap. Heb je een leuke dag gehad, Zoe? Oh ja, ik heb een mol leren kennen. Echt waar? Ja, kijk. Hier zie. Hallo, meneer Mol. Hoe vind je je nieuwe huis? Oh, zo te zien vindt hij het heel erg leuk. Weten jullie wat ik later wil worden? Ik heb geen idee, Bizoe. Wat? Tuinier. En misschien wil meneer Mol me dan helpen met graven. Dan zijn we een team. Net zoals opa en ik. Je vriend vindt het een goed plan.
vanavond bij ons eten, dus houden jullie het alsjeblieft een beetje netjes? Vanavond? Oh, dan ga ik gauw de tuin doen. Ik hark daar blaadjes bij elkaar en raap de dennenappels op. Oh, dankjewel. Als het weer zo mooi blijft, dan kunnen we van tevoren iets drinken in de tuin. Ga je eerder weg van je werk? Nee, dat gaat jammer genoeg niet. Ik doe de boodschappen voor het eten wel onderweg. Ik hoop alleen wel dat ik het allemaal op tijd voor elkaar krijg. Kan ik helpen? Misschien kun je wat van je schilderijen in de kamer ophangen. Mijn baas is echt dol op kunst. Mooi! Ik zoek de mooiste uit. En dan hang ik ze wel voor je op. Dankjewel, Bisou. Dat zal ze zeker mooi vinden. Iets naar rechts, opa. Zo goed? Ja, perfect. Hé, hey, Pok, dat is toch geen stok? Ho, 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 Pok. Hallo. Hi, Sue. Wat ben je aan het doen? We zorgen dat het huis mooi is. De baas van mam komt straks bij ons eten. Oh, dat klinkt wel heel erg belangrijk. Kan ik helpen? Ja, heel graag. Oh, jammer. We hebben alle schilderijen hier al opgehangen. Nu hebben we niets meer over voor in de tuin. Gaan jullie dan ook de tuin versieren? Ja. Mama's baas is een kunstliefhebber, dus dat vindt ze vast leuk. Ik ben reuze benieuwd wat jullie kunstenaars gaan verzinnen. Ik ga in de keuken kijken of er iets ligt wat we kunnen gebruiken. En ik haal mijn verfspullen. Oma, mag ik deze lenen? Natuurlijk, Sue. Ik heb er wel genoeg, hoor. Maar wat ga jij ermee doen? Ik ga er de tuin mee versieren. Mam wil dat alles er heel erg mooi uitziet. Oh, wil je deze plastic lepels dan ook, lieverd? Oh ja, heel graag. Bedankt, oma. Deze spullen doen? We kunnen beginnen met alles wat meer kleur te geven. Goed idee. Wat moet ik hiermee doen? Eens denken. Wat zou een kunstenaar hiermee gaan doen? Wat bedoel je zo? Daar ligt hij goed. Goed idee. Elk ding vindt zijn eigen plek. Oh, dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Maar er ontbreekt nog iets. Ik heb een goed idee, maar we moeten wel snel zijn, want mam komt zo terug. Oh? Mam, en hoe vind je het? Wat doet al die rommel hier nou in de tuin? Dat is de versiering. We hebben de tuin voor je versierd met slingers en flessen. Oh, zo. Je hebt het vast goed bedoeld, maar jouw versiering is... Hoe zal ik het nou zeggen? Zou het er volgens jou beter uitzien zonder de flessen? Ik denk niet dat dat genoeg is. De tuin ziet er nu niet echt netjes uit. En ik heb geen tijd om alles op te ruimen voor mijn baas komt. Wij helpen. Maar ze komt al over een uurtje. En ik moet nog boodschappen doen. En ik moet nog koken. Ik denk dat ik het maar beter kan afzeggen. Niet doen. We gaan alles weer maken, net zoals het was. Beloofd. En ik help wel. Misschien kan papa of oma de boodschappen wel voor je doen? Dat is een goed idee. Ik ga het ze vragen. Oh, ik denk niet dat mama de versiering mooi vond. Oh. Mam, mam. Wat is er, jongens? We hebben...
mijn mama in de problemen gebracht. Ik wist niet dat het zo lastig was om een tuin te versieren. Hebben jullie de tuin versierd? Oh, dan ziet het er vast heel erg mooi uit, jongens. Maar mam vond van niet. Ze was er niet blij mee. Nou, misschien hebben jullie gewoon nog niet genoeg ervaring. Zal ik jullie even helpen? Ja, heel graag. Bedankt, mama. Nou, deze keer gaan we eerst een plan maken voor we iets gaan doen. We zijn terug. En we hebben alles waar mama om vroeg. Ah, ik ga Zoe en Elsie helpen om de tuin te versieren. Oh, dankjewel. Dat is aardig. We moeten opschieten. We hebben niet zoveel tijd. Rustig maar. Ik help jullie wel even met opruimen. En dan help ik mama wel met het eten. Nou, jullie hebben wel jullie creativiteit de vrije loop laten gaan. Wij vonden het eigenlijk wel artistiek. Oh, op die manier. Landschapskunst. Wij noemen het buitenkunst. Maar je kunt je niet zomaar wat uitleven. Er moet wel een bepaalde gedachte achter zitten. Net zoals wanneer je een werkstuk maakt? Ja, inderdaad, ja. Eerst moet je bedenken wat je wilt maken. Misschien kunnen jullie een bepaald thema bedenken. Dat is een prima uitgangspunt. Waar denken jullie aan als je al die blaadjes en dennenappels ziet? Nou, aan de natuur? De natuur, ja. Heel goed. Mooi. En dan denken we nu aan de versiering. Het zou moeten passen bij de omgeving. Dan komt het tot zijn recht. Dus natuurlijke dingen als dennenappels en blaadjes. Mm. Oh, bijvoorbeeld nootjes. Goed idee, Zoe. Oh, alsjeblieft. Ik heb er toch veel te veel. Bedankt. Oh, dan is dit alles wat we nodig hebben. Oké. Dan gaan we nu eens even kijken hoe we de boel daarmee kunnen versieren. Houden we die wel? Want ze zijn niet erg natuurlijk. Misschien niet, maar ze hebben wel een interessante vorm. Kunt u gaatjes in de flessen maken? Ik wil ze aan beide kanten bevestigen. Dat moet lukken. Ik heb vast nog wel iets in de schuur liggen. Oké, zullen we die stenen in een andere kleur gaan beschilderen? Dat is een goed idee. Kijk, gebruik deze kleuren. Die zijn zachter. Oh ja, dat wordt erg mooi. Kijk, Bok is ook een kunstenaar. Kun je deze blaadjes aan elkaar vastmaken? Dat moet wel lukken, ja. Oh, alsjeblieft. Misschien kun je er dan ook nog wat gaatjes in maken. Alleen maar eventjes in de oven. Heel erg bedankt voor al je hulp, hoor. Oh, er gaat niets boven een goede samenwerking. Ik hoop maar dat de tuin weer netjes is. Oh? Oh, nee. Vind je het nog steeds niet mooi? Of ik het niet mooi vind? Zoe, het is een waar kunstwerk. Goed gedaan, hoor. Het is echt prachtig. Heel artistiek, lieverd. Je baas belde net. Ze kan niet weg van het werk. Ze vroeg zich af of je het etentje misschien zou kunnen verzetten naar morgen. Wat? Ik zie eigenlijk niet in waarom niet. Deze mooie versiering hangt er morgen ook nog wel. Waarom gaan we dan niet in de tuin picknicken? Blijf je dan eten? Wat een leuk idee, zeg. Nou, heel graag. Je krijgt tenslotte niet iedere dag de kans om te eten midden in een groot kunstwerk. Ja! Pap, pap. Huh?
is Zonne, de zonnebloem van de klas. En het is mijn taak om dit weekend voor haar te zorgen. Mooi is ze, hè? Hallo, mooie Zonne. Wat super dat je dat mag doen. Ze is prachtig. Dit moet ik iedereen gaan vertellen. Mam, oma, omi. Opa, hier ben je. Zonne blijft het hele weekend bij ons. Wat aangenaam om kennis met je te maken, Zonne. Hoe gaat het met je? Kijk, dit krukje is bijna gerepareerd. Is dat niks voor Zonne? Dan verf ik hem voor haar geel en groen. Het is precies haar maat. Dan sta je lekker gemakkelijk, Zonne. Dank je wel, opa. Juf heeft gezegd dat ik Zonne in de zon moet zetten, maar uit de wind. Hier? Nee, schaduw. Hier? Te veel wind. Niet echt leuk uitzicht. Maar wat dacht je dan van hier? Het is zonnig en beschut en je kunt hier vandaan de hele tuin zien. Oeh. Ze vindt het fijn hier. Haar gezicht kijkt naar de zon. Dan is ze nu dus gelukkig. Oh, dan moet je haar pot zien. Ach ja, hij is beschadigd en er missen stukjes. Maar geen punt. De pot is nog heel zo. Zo, kom je spelen? Ga jij maar lekker met Elsie spelen. Zonne staat hier prima zo. Zonne, ik ga even met Elsie spelen. Maar geen zorgen, we blijven wel hier. Dan kun je ons gewoon zien. Elsie! Kom maar, Elsie. Stop deze maar eens. Oh nee, is alles oké? Oeps. Oh, Elsie wilde je niet laten schrikken. Het was gewoon een ongelukje. Heeft ze pijn? Alleen wat geschrokken. Eén, twee, drie, vier, vijf. Wie is weg als is gezien? Ik kom. Aan de hand. Het is mijn kleine wolk. De zon is zo weer terug, hoor, Zonne. Zo, je hoort verstopt te zijn. Nu zit jouw beurt om te zoeken. Ik ga me verstoppen. Hoe kunnen wij nou spelen als jij de hele tijd bij Zonne moet zijn? Ze is voor de eerste keer buiten onze klas. Alles is nog helemaal nieuw voor haar. Ze heeft zorg en knuffels nodig. Oh, dat wist ik niet. Bisou, eten. Ik moet ook maar eens gaan. Dag Zoe, dag Zonne. Dag Elsie. Denk je, door haar ochtendje in de zon? Misschien is ze inderdaad wat groter. Meet dat na je boterham maar met opa. Je hebt echt goed voor haar gezorgd, Bisou. Opa, ga je vanmiddag met me mee naar de winkel van meneer Zoe? Ik wil een nieuwe pot kopen voor Zonne. Als verrassing. Oh, dat is een goed idee, hoor.
Gefeliciteerd, Zonne. Je bent al een grote meid. Jij kunt wel even alleen zijn. Dan ga ik even met opa naar de winkel. Duurt niet lang, hoor. Dag, Zonne. Ik ben zo terug. Hallo, meneer Zoe. Heeft u ook bloempotten? Liefst een mooie. Aha, je bent echt op zoek naar iets bijzonders. Het is voor Zonne. Dat is mijn zonnebloem. Wat dacht je van deze? Ik weet het niet. Heeft u ook nog een andere? Eens kijken. Is er echt niet eentje bij die Zonne mooi zal vinden? Hmm. Nou, kom op, Zoe. Meneer Zoe staat te wachten. Wat denk jij, Pok? Ik weet wat Zonne mooi vindt. Een bloempotje met lieve kleine zonnebloemen. Het spijt me, Zoe. Andere bloempotten heb ik niet. Stop voor de zebra. Kijk, maak hem gewoon zelf. Stickers! Prima! Dit vindt Zonne vast prachtig. Wilt u ze misschien mooi voor me inpakken? Oh, kom nou toch, opa. Zonne zit te wachten. Zoe, alweer thuis? Kun je mij mooi even in de keuken helpen? Maar mam, mag ik Zonne eerst haar cadeautje geven? Atoe. Zonne wil vast wel even wachten. Zonne, Zonne! Zonne! Oh nee! Oh Zonne, je bent zo treurig. Omdat ik je de hele middag alleen heb gelaten soms? Dat gebeurde gewoon. Ik kon maar niet kiezen. En toen duurde het heel lang met die stickers. Kan ik het nog goed maken, Zonne? Oh, ik weet het. Wacht maar. Dat is een goede vraag. Oh, wil je ooit weer vriendjes met me zijn? Niet zo sip, Zoe. Zonne heeft niks. Ze slaapt gewoon. Alle zonnebloemen buigen 's nachts hun hoofd. Is dat zo? En morgenochtend, als de zon weer schijnt, tilt ze haar kopje weer op en is ze vast reuze blij met die verrassing van jou. Rusten, Zonne. Lekker dromen dat het zonnetje weer zal komen. Gauw naar binnen. Voor jou is het ook bedtijd. Pap! Huh? Pap! Juffrouw Siberia heeft me een gouden ster gegeven omdat u zo goed voor Zonne hebt gezorgd. En ze heeft beloofd dat ik binnenkort nog eens op haar mag passen. Mam, oma, opa, omi, kijk, ik heb een gouden ster gekregen. Ja, ik ben een wereldkampioen. Ik ben de allersnelste. Ik ben de snelheidskampioen.
Nee, ik ben de snelste van het universum. Hallo, Zoe. Hoi, Zack. Hallo, Elsie. Kijk eens wat ik heb. Oeh, een cadeautje. Nee, het is een verrassingsdoos. Wauw, een verrassingsdoos. Wat is een verrassingsdoos? Dat is een verrassing. Maar wat zit erin? Oh, zeg nou, Elsie, toe. Nee, dat is een verrassing. Leuk, ik hou van verrassingen. Nou, verras ons maar. Wat is het? Raad maar. Echt? Ja, je mag 10 keer raden. En pas als je 10 keer geraden hebt, mag je hem openmaken. Oké? Okay? Oh, oké. Goed. Is het speelgoed? Nee, geen speelgoed. Oh, wacht. Het is een monster van de planeet Quark. Ra! 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 Voorzichtig. Pok is helemaal bang. Huh? Oeps. Sorry, Pok. Maar is het dan... Elsie! We moeten weg. Ik kom, Mam. Ik moet weg. Zullen we nog een wedstrijdje? Oké, en deze keer ga ik van je winnen. Huh? Wat is er, Pok? Oh, nee. Elsie is dat doosje vergeten. Oh, ja. Wij moeten er goed op passen. Mm-hmm. Maar luisteren mag toch wel? Ja. Volgens mij hoor ik iets. Oh, echt? Ja. En? Zie je iets? Ik zie... Niks. Die gaatjes zijn te klein. Laat mij eens kijken. Nee, pas openmaken met 10 graden, heeft Elsie gezegd. Oh, nee. Oh, wat hebben we gedaan? Oh. Hij is gescheurd. Wat erg. We moeten hem maken voor ze terugkomt. Ja, misschien kunnen we het nog plakken. Dan kan ze niet zien dat hij stuk is. Ik weet niet hoor. Straks ziet ze die scheur. Opa, die weet vast wel iets. Ja. Hallo, jongens. Maar dat is een mooi doosje. Van jou, Zack? Nee, van Elsie. We zouden er voor haar op passen, maar toen ging hij, zeg maar, kapot. We hebben hem niet opengemaakt. We moeten eerst raden wat erin zit. Kun je hem maken voordat Elsie terugkomt? Hmm. Alsjeblieft. Toe. Laat me eens kijken. Ja, het is wat beschadigd, maar dat is niet ernstig. Maar toch denk ik dat jullie het aan Elsie moeten vertellen. Als jullie eerlijk zijn, vergeeft ze het jullie vast. Maar ik denk dat ik wel iets speciaals heb om dit mee te repareren. Onzichtbare tape. Onzichtbare tape? Ja, maar eens kijken. Waar heb ik die gelegd? Ik zie het nergens. Ik ook niet. Opa, als het onzichtbaar is, hoe kunnen we het dan zien? Ah.
Ja, en dan moet ik natuurlijk... Tada! Dit gaat ons helpen. Wauw, een echte goochelstok. Ik zoek 2 assistenten. Ik kan echt heel goed assisteren. Ik ook. Geweldig. Op zoek naar de onzichtbare tape. Oeh. Hooggeëerd publiek. Bereid u maar voor op de verrassing van de eeuw. Goochelaar opa en zijn 2 assistenten doen voor u de onovertroffen onzichtbare tape-truc. Zack, wil jij de verrassingsdoos voor me vasthouden? En Zoe, als jij nu zwaait met deze magische staf. Abacadabra. Heel goed, Zoe. En zie hier... Tada! De tape. Wauw. Dank u. Dank u en dank u. Mooi, dan repareren we nu het doosje. Zo, kijk eens aan. Elsie's verrassingsdoosje is weer zo goed als nieuw. Oh, bedankt opa. Dat is echt een goede truc. Oh, niks geen truc hoor. Gewoon een stukje onzichtbare tape. Daardoor is die scheur verdwenen. Zo. Hier zit je. Ik heb je echt overal gezocht. Oma heeft koekjes gebakken. Lust je die? Ja, graag. Lekker. Ik ga maar gauw mee voordat de koekjes ook verdwenen zijn. Ik ga wel, hoor. Hallo, Elsie. Wil je een koekje? Oh, ja, graag. Zo, heb ik mijn verrassingsdoos hier laten liggen? Ja. Hier is hij. Elsie, ik moet je even wat vertellen. Heb je hem opengemaakt? Nee, we moesten eerst nog 8 keer raden. Maar toen hoorde ik iets in de doos. En, toen probeerden we te gluren. Maar we zagen niks, echt niet. Maar toen, toen is hij een beetje gescheurd. Maar we hebben hem gemaakt. Ja, samen met opa. Oh, maar dat geeft niks hoor. Als je maar het dichtgelaten, dan blijft het een verrassing. Dus we mogen nog steeds raden? Nee, ik wil het laten zien. Kom mee. Wat mooi zeg. Dat twinkelt net als sterren. Dat is echt magisch. Het zijn vuurvliegjes. Ik wilde ze nu pas laten zien, omdat ze alleen in het donker licht geven. Prachtig! Je zei dat het een verrassing zou zijn. Nou, dat klopt. De mooiste verrassing ooit! Drink maar, kleine varen. Ik wil niet dat je dorst hebt. Elsie komt morgen terug van vakantie. En ik wil niet dat ze denkt dat ik niet goed voor je gezorgd heb.
Ja, Pok. Jij hebt me geholpen. Kijk eens aan. De varen van Elsie ziet er goed uit, Sue. Ze had er zelf niet beter voor kunnen zorgen. En wat gaan we vanmiddag doen? Het is vandaag een mooie zonnige dag. Wat dacht je ervan om naar het park te gaan? Oh ja, leuk! Kom mee, Pok. We gaan kijken of de varen van Elsie alweer is gegroeid. Oh nee, hij is uitgedroogd. Goedemorgen, Sue. Oh, lieve help. Wat is er met de varen? Ik weet het niet, opa. Gisteren was alles nog goed. En Elsie komt vanmiddag weer terug. Wat moet ik haar vertellen? Dat weet ik zo even niet. Het spijt me, Sue, maar hij ziet er slecht uit. Ik denk dat we maar het beste een nieuwe plant voor Elsie kunnen kopen. Maar dat is dan niet dezelfde, opa? Nee, dat is wel zo. Maar dan voelt ze zich wel beter. Kom mee, misschien kunnen we iets in de tuin vinden. Misschien vinden we wel een andere varen. Goed idee, opa. Ja, Pok, hij is wel heel mooi, maar ook iets te groot. We kunnen een stekje nemen. Maar deze planten houden niet zo van een pot. Ze hebben veel ruimte nodig. Misschien die roos. Elsie houdt van geel. Voorzichtig, Sue. Die doornen zijn scherp. Misschien heeft meneer Zoe een plant voor Elsie zonder stekels. Goed idee, Sue. Laten we gaan kijken. Ze zijn wel mooi, maar ze hebben erg scherpe stekels. Ik denk dat we die beter niet aan Elsie kunnen geven. Ik denk het ook niet. Je bent wel goed in het uitzoeken van prikkende planten, Sue. Ik denk niet dat hier iets tussen staat voor Elsie. Misschien bij oom Xavier in de winkel. Goed idee, Sue. Even goed bedankt, meneer Zoe. Dag. Succes ermee. Hij is wel groot, hè, tante Zelda? Jazeker. Het is een gatenplant. En hij is nog best jong. Hij wordt nog veel groter dan dit. Wow. Maar als je naar iets kleiners op zoek bent, lievertje, is dit misschien iets. Dit zijn bonsaibomen. Ze zijn erg populair. Ze zijn heel mooi, tante Zelda. Maar ik wil gewoon een kleine plant. Niet een hele boom. We zijn eigenlijk op zoek naar iets kleins en eenvoudigs. Deze hier. Hij is voor decoratie, dus hij is niet te koop. Maar jullie mogen wel een stekje. Oh, die vindt Elsie vast heel mooi. Alsjeblieft. Bedankt, tante Zelda. Graag gedaan, hoor, Sue. Oké, nu heb je nog een potje nodig. We kregen vanmorgen net een paar nieuwe binnen. Hoe vind je deze, opa? Oh, die past er fantastisch bij. Bedankt, opa. Thuis, Elsie, heb je een mooie vakantie gehad? Prachtig. Nou, ik denk dat Elsie daar heel blij mee is. Oh, dat merken we zo. Ik denk dat ze er zijn. Dat denk ik ook, Sue. Mijn lievelingseten. Er gaat niets boven een verse en rijpe aardbei. Ik heb ze vanmorgen geplukt. Ik
Ik heb een cadeautje voor je, Sue. Oh, een montagepuzzel. Bedankt hoor, Elsie. Hij is best lastig. Ik weet dat je van puzzels houdt. En hoe is het met mijn varen? Is hij gegroeid? Niet veel. Hoe moet ik het haar vertellen? En ik kreeg nog wel een cadeau. Het komt heus wel goed. Vertel het nou maar gewoon. Ik heb iets gemaakt. Voor mij? Welkom thuis, Elsie. Heb je een mooie vakantie gehad? Bedankt, Sue. Zeker. Maar thuis is het ook fijn. Nou en of. Ik haal je varen. Maar ik heb je foto's nog helemaal niet gezien. Heb je er veel, Elsie? Ontzettend veel. Wat is het daar mooi. Jullie hadden het vast heel leuk. Jazeker. Maar we moeten nu echt gaan. We moeten nog uitpakken, Elsie. Oké, mam. Mag ik nu weer varen, Sue? Nou, weet je... Wat is er, Sue? Je varen is een beetje... Oh, Sue, wat is ermee gebeurd? Ik dacht dat je ervoor zou zorgen. Maar dat deed ik, Elsie, echt waar. Ik gaf hem water en zorgde dat hij zoveel mogelijk licht kreeg. Ik snap er niets van. Het spijt me echt, Elsie. Gisteren was hij nog goed. Dat klopt. Maar vanmorgen... Nou ja... Het spijt me, Elsie. Ik weet dat je het niet expres hebt gedaan, Sue, maar... Ik weet dat het mijn schuld is, dus ik heb iets voor je. Om het weer goed te maken. Alsjeblieft. Bedankt, Sue. Oh, dat is echt een hele mooie plant, Sue. Vind je ook niet, Elsie? Ja, hij is mooi, Sue. Dank je wel. Duurde even voordat we de goede vonden. En die pot erbij. Het is niet helemaal hetzelfde als mijn varen, Sue. Maar even goed, toch bedankt. Meer kon ik niet doen voor jou. Oké, wie heeft er trek in een glas zelfgemaakte limonade? Oh ja, lekker. Voor mij alleen maar een glaasje water, alsjeblieft. Daarna moeten we echt naar huis om uit te pakken. 1 water en 1 limonade komen eraan. Ik help, opa. Misschien was je varen al wel ziek voor onze vakantie, Elsie. Ik denk het niet. Hij is helemaal verschrompeld. Hier is je limonade. Dank je. En je water, Zena. Het spijt me, Zena. Kijk! Mijn varen, hij komt weer tot leven. Wat bijzonder. Zeg dat wel. Maar hij was helemaal droog. Hoe komt het dat hij nu weer groen is? En zo snel? Dit is wel erg vreemd. Tenzij... Weet je, ik heb wel eens iets gelezen over een type varen. We kijken even op de tablet, Sue. Daar vinden we vast wel iets meer. Oh, pak de mijne maar. Bedankt. Eens kijken. Varens. Daar! Dat is net Elsie's varen. Dat klopt. Het heet een wederopstandingsvaren. Er staat hier dat als dit type varen te warm of te dorstig wordt, hij zijn bladeren afsluit en dan lijkt hij dood. Dus er was helemaal niets met mijn varen. Hij had alleen heel veel dorst. Ja, hij stond gisteren de hele dag voor het kamerraam en het was erg zonnig. Weet je dat nog, opa? In de zon vond hij het vast veel te warm. Je hebt gelijk, Sue. En dus probeerde hij zijn water vast te houden. Wij dachten dat hij uitgedroogd was. Ik wist dat je voor mijn varen zou zorgen. Weet je wat? Neem jij deze blad maar, Sue. Dan hou ik mijn varen. En dan pak ik nog een aardbei. Als het mag. En ook eentje voor Pok. Niemand kan ontsnappen aan de kracht van een superspagaans sterrenschip. Tikka 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 tikka, pew pew, pew pew.
Zoe, als je klaar bent, wil je me dan helpen met wat groentezaadjes te zaaien in de tuin? Nee, dank je, pap. Wij spargaan en doen niet aan groenten. Miauw! Ik ga wel. Zelda, Zinnia, kom binnen. Zinnia, verstoppen! Ik pak mijn tas even en dan kunnen we gaan winkelen. Is Sue thuis? Ik wil haar mijn balletpasjes laten zien. Punt en strek en punt en sluit. Punt en strek en punt en sluit. Sue wil vast heel graag jouw balletpasjes zien, Zinnia. Maar volgens mij is hij niet... Oh ja, daar is hij. Sue? Oh, hoi, tante Zelda. Wij gaan nu naar de winkel, Sue. Wil je met ons mee? Winkelen is zo leuk, niet waar, mami? Ja, lieverd. Nee, ik heb pap beloofd dat we zaadjes zouden zaaien. Sorry. Zeg, Zinnia, wil jij niet liever hier blijven om Sue te helpen? Huh? Ah! Nee! Ik wil niet vies worden. Ik wil gaan winkelen. Phew. Oké, lieverd. Zo, de zaadjes kunnen er bijna in. Eerst nog even wat gaten in de grond voor ze maken. Wil jij de zaadjes even pakken, Sue? Oh, rustig aan, hè, Sue. Hey, dat zijn onze zaadjes. Foei! Oh, pap, ze eten de zaadjes op. Dat is niet erg. Ik ga wel nieuwe halen bij meneer Zoe. Dan kun jij je eventjes gaan wassen. Oh, ja. Terwijl Bart de beste badeend zich klaarmaakt voor zijn poging tot het badeendenduikrecord. Een driedubbele, een dubbele supersalto van 5 triljoen meter. Kwek. Ja, het is gelukt. En de fans gaan los. Ja, ja. Gaat alles goed hier? Oh, hoi opa. Ja, Bart heeft een nieuw wereldrecord. En ik ben maar aan het wassen. Want ik wilde pap helpen in de tuin, maar ik ben een beetje vies. Oh ja, dat doen tuinen wel eens met zebra's. Het komt door de vogels. Vogels? Welke vogels? Die alle zaadjes opaten. We waren wat zaadjes aan het zaaien. En toen aten de vogels alles op. Ja, dat doen ze, die vogels. Dit vraagt om een vogelverschrikker. Meent u dat? Briljant! Wat is een vogelverschrikker? Dat is een soort van grote pop van opgevulde kleren. En die zet je in de tuin om vogels af te schrikken. Mooi! Maar hoe komen we aan zo'n ding? We gaan er een maken. Ja! Hoe? Loop maar met me mee. Oké, ten eerste zoek ik wat lange, sterke stokken. Deze twee? Ahaha, fantastisch! En een klein stukje touw. Zo, goed. En wat moet onze vogelverschrikker aan? Ah, kijk eens aan. Dit is een perfecte jasje voor een nette vogelverschrikker. En een broek. Kijk die hoed dan! Ah, dat is perfect! Woehoe! Oh ja, dat jaagt die vogels wel weg! Wel, als die klaar is. Niet waar, opa? Oh, en of hij dat dan doet. Maar eerst nog een zak en iets om hem mee op te vullen.
Zo, dat zal de vogels wel wegjagen. Hoe vindt u hem, opa? Als dat niet eng genoeg is, nou, dan weet ik het ook niet meer. Oh, opa. Pok, kijk eens wat ik heb gemaakt. Pok, waar ben je, Pok? Oh, het spijt me, Pok. Stil maar, Pok. Het is maar een vogelverschrikker. En volgens mij is het ook een pokverschrikker, Zoe. Maar we weten nu wel dat hij werkt. Moeten we alleen nog een goed plekje voor hem vinden. Daar komt niks van in. Ah. Oh. Zo, ben jij dat? Ja, ik en de vogelverschrikker. Nou, als hij de vogels niet wegkrijgt, kan niemand het. Waar is Sue? Ik wil hem mijn nieuwe pop laten zien. Ze heet Sylvia. Oh, hij moet hier ergens in de buurt zijn. Misschien speelt hij wel in de tuin. Bizoe? Ik ben in de tuin! Ja, ik zei het al. Hij is in de tuin. Oh, joepie. Kom op, Sylvia. Op naar Zoe. We gaan prinsesje spelen. Ik ben de koningin en jij bent de prinses. En Zoe is dan onze trouwe... Lieverd, wat is er gebeurd? Buiten, een heel groot gemeen monster. Sue, wat is hier gebeurd? Cynthia was bang, mam. Oh, een vogelverschrikker. Een vogelverschrikker? Ja, Sue en ik hebben er een gemaakt om de vogels bij de zaadjes weg te houden. Wie verzint nou zoiets mals? Arme Zinnia. Kom maar, lieverd. Het wordt tijd dat we gaan. Sylvia is helemaal vies. Sorry, ik wilde jullie niet laten schrikken, hoor. Nee, dat begrijp ik toch, Sue. Maar ik was inderdaad best geschrokken, hoor. Ja, het is een griezelige vogelverschrikker. Maar niet zo griezelig als ik ben! Ja.